hip-hop in je smol. In je smol. Hip-hop, hip-hop in je smol. 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 Backstage, getting personal with Mr. Personal himself. Zit erop de release party van je EP Eet Zakelijk. Hoe is het gegaan volgens jou? Het was een hele lange dag, maar ik denk dat we een hele geslaagde avond hebben gehad. Zeker, zeker. Ik heb zelfs mensen in het publiek gezien die van beide fronten, van, niet van het East Garden Music Camp of van het van IDE1 Camp waren. Dus ik heb er heel goed gevoel over. We hebben gezonde optredens gehad. De vibe was mad positief. Dus ik kan alleen maar zeggen, het zit erop. En het was... Ja, Eet Zakelijk komt eigenlijk van, het is begonnen, het was eerst Eet Smakelijk, dat ga ik je ook eerlijk zeggen. Het was eerst Eet Smakelijk omdat we zijn nogal nachtwerkers, om het zo te zeggen. We maken een beetje onmenselijke uren de laatste tijd. En, zoals nu? Zoals nu, inderdaad. We zijn al ruim 48 uur wakker. Maar het is all love. Dus we zijn echt nachtwerkers. Dus tijdens het maken van muziek werd er in de nacht gewoon onwijs veel gegeten. En, daar is het eigenlijk een beetje bij ontstaan, het Eet Smakelijk gebeuren. Het Eet Zakelijke gebeuren is eigenlijk de omslag van mijn oude muzikale bezigheden naar mijn nieuwe muzikale bezigheden. Ik heb nu de naam Persoonlijk is eigenlijk sinds 2011 pas. Daarvoor was het altijd Poetic Somatic Lyricist. Ik was veel in het Engelstalig bezig. Ik heb me nu de laatste jaren wat meer gefocust op het Nederlands. En, daar zit eigenlijk een switch in. Dus eigenlijk de combinatie van Eet Smakelijk en het hele gebeuren eromheen met de switch naar nu. Dat het persoonlijk is en dat er toch een wat grotere zakelijke kant bij komt kijken. Vandaar Eet Zakelijk in plaats van Eet Smakelijk. Dus dat. Maar shout-out naar Kaas Koes. Sommige mensen denken ik, dit is Kaas Koes. Geen punch-out battles naar mij komen en dat soort dingen. Nee. Shout-out naar Kaas Koes. Eet Smakelijk, Eet Zakelijk. It's all love, man. Mensen moeten niet gek worden. Ja, toch? It's all love. It's all love. Is dat wat je net uitlegde ook de inspiratie geweest achter deze EP? Is dat ook het vernieuwende? Ja, ook zeker wel. Maar ik heb een hele verbitterde periode gehad. Ik heb in een hele korte tijd heb ik heel veel mensen verloren. En hiervoor had ik een EP voor Afschuw tot Passie. Dat is eigenlijk een verwerkingsproces geweest van het hele gebeuren. En met deze geef ik het echt een plek. Ik heb het wel een plek gegeven met die eerste EP, maar ik heb het nog niet afgerond. En ik merk nu gewoon echt dat het is klaar, het is afgerond. Het boek is uit. Ja, het boek is uit. Het is persoonlijk nu. Het is voor mij ook nooit een hobby geweest. Weet je? Het is voor mij echt een uitlaatklep geweest. Ik ben vroeger altijd de basketballer geweest. En op het moment dat basketbal voor mij niet meer mogelijk was, heb ik ook best een kutperiode geweest. Het is net als een betaald voetballer die ineens met zijn knie zit en nooit meer kan spelen. Weet je? Dus dat is ook best wel een moeilijke periode geweest allemaal. Maar nu met deze... Gaat het nu goed met je? Nu gaat het helemaal goed, ja. We hebben ons sinds kort aangesloten ook bij een internationaal hip-hop collectief. Empty Handed Warriors. Shout-out naar al mijn mensen over zee. I see y'all, al mijn Empty Handed Warriors. En dat is echt een boost. Dat is echt een boost geweest. Ik ben echt al sinds mijn 15e bezig met muziek. En ik merk gewoon de laatste tijd dat... Ja, je wilt gewoon een beetje... Ja, je zoekt toch naar iets meer. En ik merk dat in het Nederlands is dat de laatste jaren gewoon best moeilijk. We hebben wel een hele scene voor ons eigen, maar richting het buitenland wordt het toch wel vaak wat moeilijker. En ik zie ook een hoop artiesten dat ze het daarover hebben, dat richting het buitenland dat gewoon moeilijk is. Maar trust me man, het is mogelijk. PSL, grote prijzen Zuid-Holland, kom maar checken. Trust me man. Dat gaat erom. Volgende vers kan ik niet, maar eentje later. Mijn hippositie zit op slot, die valt in de kraken. Breng je in, stel je een zin, krijg je je kraken.